Hallo en welkom weer bij een nieuwe videoles van Verberta. En deze keer gaan we kijken naar een stukje kansrekening met gebruik maken van de driehoek van Pascal. Namelijk, stel de vraag is, je gooit 6 keer met een muntje. Hoe groot is de kans op 2 keer kop? Met de driehoek van Pascal is dat redelijk makkelijk te doen. Namelijk, als je in dat raster gaat kijken, 2 keer kop, dan zou je kunnen zeggen van, oké, dat is 2 keer winst. En dat betekent, als je munt dan als verlies ziet, dan hebben we 4 keer verlies. En de kans is 50% dat er iets gebeurt. Oftewel, de kans is een half. Of 0,5, net wat je leuk vindt. Ik vind een half eigenlijk het mooiste. Goed, hoe ga je dat dan doen? Nou, 2 keer winst, 4 keer verlies. Betekent 2 keer winst, dus 2 omhoog. 4 opzij, 4 keer verlies. 1, 2, 3, 4. Dus dan zijn er 15 mogelijkheden. Maar die 15 mogelijkheden, elke mogelijkheid bestaat uit kop, kop, munt, 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 munt. Of een andere combinatie ervan, want kop, munt, 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 kop zou bijvoorbeeld nummertje 2 zijn. En zo heb je 15 verschillende mogelijkheden voor de volgordes. Oké, als je dat gaat gebruiken, dan kun je ook zeggen, nou, elke keer is de kans een half keer, 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 een half. Wat je natuurlijk veel en veel beter kunt zetten als de kans is een half. Nee, het is een half. De kans is een half tot de macht 6. Dus de totale kans die je dan hebt is 15 keer een half tot de macht 6. Want je hebt 15 mogelijkheden. Nou, dan gaan we dat gewoon maar eens doen. Een half tot de macht 6 invullen in het rekenmachine geeft dit. Keer 15. Dan is de kans dat je 2 keer kop gooit als je 6 keer met een muntje gooit is 0,234. Of 23,4%. Oké, dit is voor het gemak als je dus een even grote kans hebt. Alleen het mooie is, dit werkt ook als je met niet even grote kansen werkt. Oh, ik ga toch wat dingen moeten uitgummen, zie ik. Oké, namelijk, stel, je gaat niet 6 keer met een muntje gooien. Maar je gooit, even kijken. Je gooit 10 keer met een dobbelsteen. Hoe groot is de kans op dat je 5 keer een 6 gooit? Nou, dan gaan we weer kijken. 5 keer een 6, dat vind ik flauw. Ik ga liever eventjes, gaan we het echt mooi doen. Hoe groot is de kans dat je 6 keer een 6 gooit? Nou, als je dat weer gaat bekijken, dan ga je zeggen, oké, laten we eventjes zeggen, 6 gooien is winst. Dus ik ga 1, 2, 3, 4, 5, 6 omhoog. Dan zit ik op deze lijn. En dan mag ik dus 4 keer iets anders gooien. Dan heb ik dus 1, 2, 3, 4 keer. Dan zijn er 210 combinaties mogelijk. En elke combinatie bestaat uit, nou, 6 keer 6. Dat betekent dus 1 zesde keer 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 1 zesde. En dan heb je natuurlijk ook nog een aantal keer de kans dat je geen 6 gooit. En dat is 4 keer, dus dat is 5 zesde keer 5 zesde keer 5 zesde keer 5 zesde. Nu vind ik dit er waardeloos uitzien persoonlijk. Dus ik schrijf hem gelijk even op als 1 zesde tot de macht 6. Want ik heb 1 zesde keer 1 zesde keer 6. Nou, je weet het wel. Keer 5 zesde tot de macht 4. Nou, en ik heb 210 combinaties afgelezen. Dus dat kunnen we dan meteen gaan invullen. En dan komen we uit op 1 zesde tot de macht 6 was het.
keer, haakje openen, 5, zesde haakje sluiten tot de macht, 4. En er waren 210 combinaties. Dus de kans dat dat gebeurt, dat je 6 keer een 6 gooit als je 10 keer met een dobbelsteen gooit, is 0,0217. Wat je ook kunt omzetten in ongeveer 0,217%. Dat gebeurt dus niet al te vaak. Oké, en de algemene formule die je hier zelfs nog van zou kunnen maken is, en ik ga hem eventjes hieronder zetten in het laatste kleurtje, is namelijk de kans op, nou, we doen maar eventjes winst, tot het aantal keer dat je wil winnen, keer de kans op dat je het verliest. En die kansen moeten samen altijd 1 zijn. Maar ja, keer de kans dat je het verliest tot de macht dat je het, het aantal keer dat je wil verliezen, nou ja, wil verliezen, moet verliezen, keer het aantal mogelijkheden. En dat is dan de kans op het eindresultaat. Goed, ik ben Jan Willem van voorbeta.nl. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En binnenkort krijg je ook een hele laag met video's over examentraining. Ik hoop dat je daar ook wat mee kunt. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.